kunnen gewoon een random lobby joinen, dat kan ook, maar het is voor jullie delen. Het is jullie. Maar uit. Ja, mij ook niet. Vlad, als je even naar dinges gaat, Naar? Murder Secrets, Simme. dan zie je even de link waar je naartoe moet. Als je niet met de eerste link kan joinen, moet je even mijn game opzoeken. Ah, ik probeer wel, ik probeer wel. Komt goed. Boys, maar ik kan niet te lang vannacht spelen, want ik heb nog huiswerk, zoals jullie het weten. Ja. Wat is de password? Staat er ook Oh, in. recording. Ja. Goed, dus ben ik erin. Je zit erin, ja? Ja, oké. Cool. Sealed kant. Wie is dat? Jij dat? Nee. Oké, dan ga ik wel de score limit verhogen naar 7. En als Anthony wil, ik ga het gewoon erbij schrijven van als hij wil joinen, kom in Discord. Voordat we gaan beginnen. Oké. Alright, let's do this. I'm sorry, Professor, but I couldn't complete my homework because of. Okay. I'm sorry, Difficult, Professor, but really? I couldn't complete my homework because of heroin. Okay, possible, I see. I'm Yeah. sorry, Professor, but I couldn't complete my homework because of the clitoris. Dat Tom makes sense. Thomas is aan het selecteren, wat vind je beter? Ik kan accepteren. Ik heb bureaucratische crisis van allemaal Ja? grijs. Ja. Je moet dus op een van de kaarten klikken en dan moet je confirm selection klikken. Wat vind je beter? Ik kan je klikken op een dingetje, dat zeg je dan juist. Wacht op, wat speel je? Laptop. Ja, klik op een van de kaarten en dan moet je Confirm Selection klikken. Op de bovenstaande kaarten, hè, dus Heroin of de Clitoris. Oh. Oké. Oh, dan kan ik nu pas dit mijn ding gaan invoeren. Oké, one ended my past relationship. Oh. Huh? Ben je gewonnen? Ik weet het niet. Wow. Ik heb gewoon een raar altijd in geen. What ended my past rela my last relationship? Dying. I mean, yeah, that would do it. What ended my last relationship? Running naked through a mall, pissing and shitting everywhere. Ik weet niet wie die heeft gekozen, maar ik als Kert, als Kort, Saar, kies ik toch die tweede man, die tweede Thank beste. you, thank you. Oh, nu begrijp ik het spel pas. Twee mensen zitten in en een derde persoon moet zeggen wat het beste is. Oh. Ja. Ja. War, what is it good for? Why was I so happy about that card? En Thomas, nu mag je eigen kaart kiezen. Net ook al heb ik daarin gedaan.
War, what is it good for? Bullshit. Okay. War, what is it good for? PTSD. I mean, if you're talking about the Vietnamese war, I suppose. Name, I, yes. Thank you. Just saw this upsetting video. Please retweet, hashtag stop. Beste kaart ever. Just saw this upsetting video. Please retweet. Hashtag stop doing it in the bot. Just saw the... Shut... Like, what the fuck? Hashtag stop grandma. Dit is dan fucking goed. Hashtag stop doing it in the bot. Click here for blank. Dit is letterlijk alle advertenties als ik naar de rare website ga. Ik zie nog niks. Oké. Okay. Wacht, voordat je het selecteert. Of wil je het lezen? Wil je het lezen? Oké. Klik hier voor Glorious. I know. Oké, wacht. Klik hier voor getting bitten by a radioactive spider and then... Battling leukemia for 30 years. Oh god. Allebei zijn goed. At least you're Spider-Man. Ja, oké. Dat wel. Het wordt dat jij het vechten, oh fuck it. Super villains aan leukemia. Kijk, deze is wel lastig. Wow, Spider-Man has changed a lot. Disney, how did you accept this? Deze is lastig, oké. Okay, well, still, the first one is pretty good. What if you combine the two? Oh. Wat? Heb je het later gedaan ofzo? There's a timer! Wait, shit. Ja, ik had het onder een 10 seconden les soms, hè. Oké, the Academy Award for Blank goes to Blank. Ga je nog selecteren? Ik ben aan het nadenken wat een goeie is. Oké. Thomas heeft al gepakt. Oké. The Academy Award for wearing an octopus as a hat, oké, goes to Michael Jackson. The Academy Award for existing goes to a snapping turtle biting the tip of your penis. See, I like the Michael Jackson one, but also... Ai. Ik heb nog één punt gehad. Ai, normal. Oké. Oh, nu moet ik lezen. Oké. After months of practicing with... ... I think I'm finally ready for... ... Okay, I have picked my one. After months of practicing, I converting to Islam, I think I'm finally ready for thermonuclear detonation. This racist man. After months of practicing with heroin, I think I'm finally ready for mouth harpies. Wow. I'm going for the F1. Thank you. Gewoon kloppend bij elkaar. Allah Akbar.
I'm not racist, just as a disclaimer. Ga je lezen of moet ik lezen? Oh ja, heb je al een kaart gekozen? Nee, nog niet. Oh, oké. Jij kan beter dan mij lezen, denk ik. Jij maakt meer. I never truly understood blank until I encountered blank. I mean, this is pretty true. Maar als ik zelf lees, dan is het zo van, ja, ik lees mijn eigen kaarten, dat is eigenlijk oneerlijk. Ja, ja. Dus je mag ze zo meteen wel lezen. Here you go. Okay, I never understood the clitoris until I encountered the internet. The entire internet. Who didn't? Dit is eigenlijk true. Okay, I never truly understood African children until who doesn't? I encountered slaughtering innocent civilians. Okay. Huh? Okay. So this dark. Oké. Dit zijn goede kaarten. Ja, klopt. Is dat die andere moeilijk. Achter elkaar gezet hebben, andersom. Die rechter. Ja, klopt. Echt zo. Ik moet yes! Echt zo. Het zou echt wel goed zijn. Ever never truly understood slaughtering innocent civilians until I encountered children. Het zou best wel beter zijn geweest. Alright, shut up. Dude, do not go into the dead bedroom. There is blank in there. En tuurlijk ben ik degene met de Glory Horse kaart. Even kijken. Anthony is missing something, man. Ik heb iets gekozen. Iets. Is goed, Holu, zegt Anthony. Do not go into that bathroom. There's used panties in there. Okay. Dude, do not go into that bathroom. There's a vagina that leads to a vagina that leads to another dimension in there. Oh, fucking god. Wie de fuck zal dan niet naar binnen gaan? Hij heeft eindelijk een put gehaald. It's just like Alice in Wonderland. Okay. I would like to hear you say thanks, mom. Thank you for ... Oh nee, ik had echt een hele erg. Voel ik het gezegd? Ik heb een kaart hier en misschien was deze echt perfect passend. Kissing Gunbra on her forehead and turning off her life support. Oeh, niet door. Die was echt door geweest. Oké, Rie. Just once, I would like to hear you say thank you, mom. Thanks for vomiting mid blowjobs. Mid blowjobs, oké. Thanks for dead parents. Stel voor dat je het gewoon zou zeggen tegen je ouders, ook gewoon echt dood zijn. Thanks mom, thanks for dead. Dat zou echt erg zijn. Yes! I know. Je staat nu 1 punt voor, man. I know. Yes, check a cock. What? Okay. In the seventh circle of hell. Sinners must endure blank for all eternity. Nou, kies maar jullie kaarten, boys. Oké, ik zie al iemand heeft eentje gezet. Oké, wacht. In the seventh circle of hell, sinners must endure the Star Wars universe for all eternity. Oké. That's not so bad. That's not bad, indeed. In the seventh circle of hell, sinners must endure holding up the line at Walgreens by trying to use an expired coupon for all eternity. Is wel echt effort. Ooh, that's one hell of an expired coupon. Oh hell no. How long is the line, boys? What is Walgreens? For all eternity. Ik weet niet, het is een of andere winkel waarschijnlijk. Ik denk gewoon een winkel als Walmart, weet ik van zoiets.
Moeilijk, moeilijk. Ik ga denk ik voor this one. Oh, oké. Okay. Oh, nice. Eindelijk. Wauw. I'm sorry, Alex. Money can't buy me love, but it can buy me blank. Kijk, deze is misschien niet grappig, maar meer true. Gewoon true. Oké. Okay. Money can't buy me love, but it can buy me shiny objects. Okay, yeah. Mm-hmm. Wait, that second one doesn't make sense. Wait. Money can't buy me love, but it can buy me being rich. Ik bedoel, Vlad, ik weet dat dat true is. Yes, yes. Choose. See what cunt is then selecting. What? Ik heb nog wel. It's because it's stupid. It doesn't make sense. Okay. Oh, Daddy, why is mommy crying? Oh, my God. That is it. Daddy, why is mommy crying? Here you go. This would make her cry. What did he hanging out? What the fuck? Daddy, why is mommy crying? A big brain full of facts and sadness. One tiny hanging out. What? It's one titty. Yeah, sorry. One titty hanging out. It's definitely not my card or anything like that, no. Ik heb zo met rechts van, oké, okay, but a big brain full of facts and sadness. Van, that's why she's kind of crying. Waarom zou je huilen als je een titty hanging out? So van... Sure. Oeps. Only two things in life are certain: death and blank. Oké, kies maar jullie kaarten en dan kies ik de beste. I'm sorry. One, only two things in life are certain: death and being white. Goeie kaart, goeie kaart. Only two things in life are certain: dead and picture boobs. Oké, okay. Sowieso. Wie deze heeft gekozen, je hebt helemaal gelijk. Zo, so, is de eerste niet waar? Dear sir or madam, we regret to inform you that the office of blank has denied your request for blank. Oh, Vlad, dat was snel. Ja, ik heb goede kaart, Dear sir or madam, we regret to inform you that the office of the bonus of the elderly has denied your request for a pyramid of severed heads. Okay. Dear sir or madam, we regret to inform you that the office of alcoholism has denied your request for a bleached asshole. So I've got a question for you. What the fuck heeft de eerste bundel de eerste kaart met de tweede te maken? Dat is wat ik wil weten. Over welke heb je? De eerste. De bonus. Goeie vraag. Als ik zo nadenk, zou kunnen zeggen dat ze hoofd hebben en ik kan het gebruiken voor... Oh no! Okay. Now I can see where you were going with that. Okay, yeah. That. Men was neither the hero we need nor wanted.
My favorite superhero is the superhero. Turns out my inner demons man was neither the hero we need or wanted. Turns out the cockman was neither the hero we needed nor wanted. Come here, girl. Let's go. Cockman! I know. Yes. Nu ben ik doorlaagd. Shit. We gaan cockman of een kok. Man, yes. Thank you, Thomas Friedrich. We get it. Ga lezen, of? I drink to forget. En dan blank. Dit is echt best wel erg zo te gaan. Oké. Oké, dus I drink to forget flying robots that kill people. Oké. I mean, can you really forget it though? Denk het niet. I drink to forget a defective condom. Amen to that, brother. Amen to that. Amen to that. Je moet hem geven, ja. Oeh. Yeah. You won't forget that. Niet. This is your captain speaking. Fasten your seatbelts and prepare for blank. This is your captain speaking. Fasten your seatbelts and prepare for many bats. This is your captain speaking. Fasten your seatbelts and prepare for poor life choices. Because you're about to die, and this is not the pain you want to be on about. Ik ben poor voor poor, ben ik wel best wel iets voor. Yes! Ai. We mogen Thomas niet laten winnen, anders wint hij, hè? Ja, dat mogen we. Ik ben niet de kaart, dus dat maar net. Make een haiku. Wat haiku? Draw to pick 3. Wat fuck? Dus denk aan memes, maar dan basically anime en longer. Oh mijn god, hoe ga ik dat doen? Make een haiku. Ik ga echt de gaarste kaarten kiezen. Want ik weet echt niet. Is een hele grote opdracht nu, zeg. Nee, je mag 3 kiezen, toch? Of 2? Pick 3, draw 2. Wat is draw? Wait, my game is glitched, hold on. Oké, dus we hebben... fuck. Shit. Ja, dit. We hebben... We hebben dit. En we hebben... dit. Dus een set handjob. Yeah. Een glory hole. En Arnold Schwarzenegger. Fragwell masculinity. Ik weet niet wat het betekent. Ominous black ground music. A tiny horse. Dus fragile masculinity is dus gewoon dat je fucking sterk uitziet, maar dat je spieren eigenlijk slap zijn. Denk ik. Ik heb gewoon gaarste kaart gekregen dat ik deze ding niet. Ik ging even echt snel iets pakken, zo omdat ik was. Mijn game was. Set hedge op een glory hole en alle trash neger. Dat klopt wel, maar de andere heb ik ook van. A tiny horse met een spieren waar ook niks heeft van kracht. Met omnibus background, maar ja. Ja, ik weet. Yes. No. This is a close game. This is a close game. Tot hoeveel gaan we eigenlijk? 7. Oh, shit. Ja, dat ga ik zeker niet winnen. Oké. Oh ja. Dat is winnen de winnaar. You're choosing the winner. Oké dan.
Hey guys, I know this was my idea, but I'm having serious doubts about blank. Ja, kies maar kaarten en ik bepaal de winnaar. Hey guys, okay. I know this was my idea, but I'm having serious doubts about having sex for the first time. Wait, hey guys, what? hey guys. We weten wie zijn kaart dat is. I'm sorry. Nee. Wat moet doe je? Ik dacht even dat de chat was, maar ik moest zo objectief mogelijk blijven, oké, Alex? Oké. Okay. Laat me dingen. Hoe de fuck zet je de dingen zo uit? Oh, Alex, gewoon de wife of the pizza. Dat was even uit zijn buik. Oké. Unlimited. Ik hoop dat nu het gaat werken. Een wheat pack, science fiction pack, science pack, holiday pack. Boys, ik ga nog één ronde spelen, ja? En dan ga ik even huiswerk maken. Right. Alright. Finally, a server that delivers blank right to your door. Finally, a service that delivers announcing that I'm about to come right to your door! God, ik lees het zo even, oké, goed doen. Wait, so does it deliver you? Or the announcement? The service that he announced. Right on your doorstep when you do it. Okay. Finally, a service that delivers dead ass right to your door. So one of them delivers you guys, the other one delivers you guys, saying that you're about to come. What? I'm going with this one. Ah, good. Okay. Oh, yeah, the answer is laser thing, Francis. I am no doctor, but I'm pretty sure what you are suffering from is called. God. Ik heb hiervoor echt een goede kaart. What? I guess this is good. I'm no doctor, but I'm pretty sure what you are suffering from is called the boner of the elderly. The chainsaws of... Falling chainsaws tower. Chainsaws of hands. You're suffering from the boner of the elderly. And chainsaws of hands. Ik ga voor de poging. Yes, dankjewel. Always going for the falling tower, eh? Yes. Okay, I'm sorry, professor, but I can't complete my homework because of blank. Het is nog Peter. Okay, I'm sorry, professor, but I can't complete my homework because of that funny boss. What the fuck? They are very funny. Huh? They are very funny. Funny indeed. Okay, I'm sorry, professor, but I can't complete my homework because of passive-aggressive post-it notes. What the hell is passive-aggressive post-it notes? Post-it notes zijn van die kaartjes wat je plakt, dan zo'n vierkantje wat pakt en dan je dingen opschrijft en dan bij je boek doet. Oh, gewoon waar je moet plakken en zo.
Ja, bij huiswerk. Een boekje waarin is het ook een paar gedaan. Post. Oh, ja toch. Oeh, oké. Deze is een moeilijke keuze. Ik weet niet van wie het is, maar ik denk dat dit de best one is. I'm sorry, dad is funny, funny. Ik had zo van, die post-its. Ze zijn ook gewoon goede kaarten, waren gewoon goede kaarten, allebei. Oké, ik ga even een woord bijvoegen. Mommy, why can't I sleep at night? Oh damn, dit was heel van... Geen gedachten naar andere dingen, gewoon één ding. Ik heb een kaart die heet Natural Selection. Ik heb iets erger. Oh, ik heb die andere ook nog. Mommy, why can't I sleep at night? Donald J. Trump, my child. Mommy, why can't... Wait, no, this is a better one. Okay, wait. Daddy! Daddy, why can't I sleep at night? Concealing a boner, my child. I'm not about to get into politics, sorry. Oeh, je gaat opkrijgen, waar is je krijgt dat hoor. Kijk uit. Ga mag lezen nu straks. 8 seconden, oké. Up next on Nickelodeon, Clarissa explains, dot. Oh, fuck that. Waarom is niet Disney Channel? Dat is zo grappig. Kun je dat gewoon het gevoel hebben van die Disney komt maken. I am Alex Kispel and you are watching the Disney Channel. Ja, dat... Interessant. Explains een saxofoon solo. Ja, oké, daar heb ik helemaal geen gevoel. Een saxofoon solo is van oké. Ai, 3 points, boy. Waarvoor een saxofoon solo, Alex? Waarom? I was thinking of the saxophone meme. Oké, having problems with... Try blank. Oké. Is maar jullie kaarten, boys. En ik moest het eigenlijk omdraaien, whatever. Protect your dogs is all I'm saying. Okay. Having problems with Cards Against Humanity? Try Kim Jong-un. That would work. Okay, je hebt gelijk. That would work. Het ergste was, ik drukte Donald Trump in en kreeg deze als andere kaart erbij zo. Van de... Oh. Oh. Not political. Having problems with touching a puck right on his penis? Try listening to her problems without trying to solve them. Ik denk dat deze beter is. Oké. Maar wat als ik het om had gedraaid? Thomas. Having problems with listening to her problems without trying to solve them? Oké, ja, dat zou eigenlijk veel beter moeten kunnen, maar... The class field trip was completely ruined by blank. Echt exotische fieldtrip hebben ze gehad. Dat zeg ik alvast. Oh god. The class field trip was completely ruined by throwing a virgin into a volcano. Okay. The class field trip was completely ruined by Oompa Loompas. Maar vanaf dat ik er weer, toch? Ik weet ook niet wat Oompa Loompa. Wait, dat klinkt als Ooga Booga, maar ik weet niet.
Klinkt echt zo familiar. Is niet zo Star Wars? I'm not trying to get into my niece. Stop saying that. Huh? Nothing. Hoe is de eerste gebeurd, is mijn vraag. Completely ruined by throwing a virgin in the, at the volcano. Into the volcano, yes. Yeah, but how do you manage that? It's a field trip. You go to a volcano. Ooh, yeah, okay, got it. Got it. Flutter, is snorting some coke over there? Zeker. Oh, die Oompa Loompas zijn van dingen zijn van de chocoladefabriek. Oh! Dat zijn Oompa Loompas. What's that sound? I mean, this is true. Kanye West is the sound, Alex. Oké. Oh. Ga je nog lezen? Wil je het lezen? What's that sound? A bus that will explode if it goes under 50 miles per hour. Or what's the sound? Kanye West. 50 mijl per uur is toch iets van 70 kilometer per uur? Lastig, ik weet niet. Maar dat klinkt gevaarlijk. Ze maken allebei niet echt super geluid, dus. I'm just imagining. I'm not going political. I'm just imagining like an RA tapus die gewoon aan het speeden is. Zodat hij niet explodeert. Heel political. Blank! It's a trap! Ik heb al ingevuld en je roept het nu pas. Ja, omdat iemand niet ging. Oh fuck, ik moet selecteren, fuck! Ik wil pas lezen wanneer het... Running naked... Ja. Here you go. Oké. Ryan Gosling riding in a... On a white horse. Huh? Riding in on a white horse? What? It's a trap. So gay he's aliens. Cosplaying riding as in on a white horse, riding a white horse. Lastig. On a gay alien. At least let me explain my card. No, gay aliens. It's the answer. Zeker. Coming to Broadway this season, blank, the musical. Oeh, ik twijfel tussen twee goede kaarten. Coming to Broadway this season, The Blood of Christian Babies, the musical. Coming to Broadway this season, Child Abuse, the musical. So, I get the second one because there could be a musical made out of that. Maar is de eerste niet gewoon een ritueel? Wat ik voor die hebben dan? Dode baby's? Als antwoord? Ik bedoel, de reden waarom de eerste bestaat is de tweede kaart. Oh yes. Ik ga nou actie maken. Maar ja, dan krijg ik weer geen punten. Oké, wacht. Jij bent nu de kaart. Ja. Romantic candlelight, this dinner will be incomplete without. Ah, oh, deze kaart. Oh nee! Ik heb zo'n echt oude antwoord op als kaartjes tussen staan van oeh, dat is erg geweest. Oh, twee allebei kaarten zijn echt goed. A romantic candlelight dinner would be incomplete without my cheating son of a bitch husband. Very romantic. Without how wet my pussy is. I,
Yes, I'm thinking of... ik ga voor Link eigenlijk wel. Vind ik een beter antwoord. Yes! Oké, oké. Ja, ja. Dat wil je wel, hè, zeggen. Hè? Met je natte pussy. Ja, dat wil ik. Ja. Gaan we lezen. Oké. Okay. It's a pity that kids these days are all getting involved with blank. Choose. Okay, it's a pity that kids these days are all getting involved with daddy issues. Okay. That's deep. It's a pity that kids these days are all getting involved with running naked through the mall and pissing and shitting everywhere. Is dat echt de problemen? Ik denk dat het beide grote problemen zijn. Voor mij ook, denk ik. Moeilijk. De eerste is gewoon normaal, vind ik, maar nee, goed. De rechtse is denk ik meer relatable, eerlijk. Oké. Relatable, you know. What are you about to tell us? In Rome, there are whisperings that the Vatican has a secret room devoted to blank. Okay, dit is echt wel... Dit is wat erg. Ik heb een kaart waarvan Anthony heel erg zou houden. Ja, ik heb geen goede kaart meer. In Rome, there are whisperings that the Vatican has a secret room devoted to torturing Jews until they say they are not Jews anymore. Okay. In Rome, there are whisperings that the Vatican has a secret room devoted to a fetus. So, I like the second coming of Hitler very much, but still. Huh? Hoe heb ik die? Huh? Okay. Okay. Ik had echt verwacht dat het eerste zou worden. Dat. Ik weet niet. Van wie was die linkse kaart? Van Thomas. Van Thomas, toch? Ja. Links van mij, ja. Torturing. Ik dacht deze was wel grappiger. Our relationship is strictly professional. Let's not complicate things with. Dat. Very professional. Oh, serieus dit? Ik moet de antwoord ook nog. Oh, when she is strictly professional, that's not complete with things with making it look like suicide. Oh, a bowl of mayonnaise and human teeth. Yes. Alex, ik lees die mail van Zeta nu, hè? Oh. Morgen hebben jullie om 11:45 en allemaal eens rekenen. Voor de volgende cent hoef je niet aanwezig te zijn. Alex, .. Hè? Versie 3 moest af zijn. Jullie kunnen nu toch voor morgen 9 uur het af hebben. Dan Nino, Benny, Nikitin en Thomas. Oké. Wauw. A wise man said everything is about sex and except sex. Sex is about. This is what sex is about, kids. I mean, what am I saying? There are no kids on this channel. There's no one on this channel. A wise... Okay, wacht. A wise man said, everything is about
Sex, everything, except... Ja, kan iemand het voorlezen? A wise man said, everything is about sex, except sex. Sex is about forcing a handjob on a dying man. By the way, vlot goed. Het was gewoon beter. Loving you is easy, cause you are blank. Zo begon ik te denken waarom deze kloppen. Loving you is easy, cause you are establishing dominance. Loving you is easy, cause you're chemical weapons. It won't love you back, but I love it, so you can destroy somebody else. Thomas moet kiezen wie gaat winnen. Oké. Thomas, ik zou zeggen, maak de goede keuze. De juiste choice. Oh, dat is ook wel grappig. Next from J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of... Dat. Ik zeg even wat ik allemaal nog zelf heb staan. Ik heb ook geen goede kaarten. The Chamber of Dead Baby. I have won. Alex. The Chamber of Dead Babies. Ik heb nog een kaart die heet Covering Myself with Parmesan Cheese and Chili Flakes because I am pizza. Maar die heb ik niet gekozen. Nee, ik heb één Pure Mud. Dat de rechts toe beweegt ze, maar schuin staan ze en dan volume 1. Lezend Thomas. Okay. Next from J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Preteens. Next from J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Indescribable Loneliness. Wow, did you really just ruin that Descripable. Card? Indescribable loneliness. I don't care, but I think this better. What? Zo het slechtste verhaal, erg. Gewoon een chamber full of preteens. Zo van, no. Oké, nou, good game boys, good game. Maar ik moet nu echt gaan, boys. Later man. Het was gezellig. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ai, later was boys. Gezellig. Ja, ik moet echt weg, want ik heb huiswerk en shit. Maar ik zie jullie straks. Misschien spreek ik jullie nog straks. Maar is goed. Later boys. Straks zijn we afwezig aan te recorden, dus dat wordt leuk. Maar zijn we dan op PlayStation toch bezig dan? In de party? Of? Ja, dan zijn we op PS bezig, ja.